Het is het fundament, ja, van mijn werk, informatie, zeker. Maar ook van de democratie. Want als men niet kan controleren wat er wordt uitgevoerd binnen de departementen, dan ja, tast het wel democratie aan. Het gaat eigenlijk over het duurzaam toegankelijk maken van informatie. Dus dat informatie goed vindbaar is, toegankelijk, doorzoekbaar, betrouwbaar. En als jij informatie niet op orde hebt, dan is dat nogal een uitdaging. Alles valt in staat met informatie en de bereikbaarheid. En je wilt ervoor zorgen dat dat netjes op een goede manier wordt opgeslagen. Het digitale landschap verandert heel erg snel. Er komen steeds meer middelen, software, hardware, er komt van alles voorbij. En informatie in dat opzicht is voor mij de olie die de motor van de overheid doet draaien. En dat moet je ook leuk vinden om daarover na te denken en de belangen in kaart te brengen. En wij helpen onze collega-departementen en andere organisaties om dat op zo'n goed mogelijke manier te doen.